En waarom het is, ik heb geen idee. Die kaart is verder gewoon goed. Die heb ik nagekeken. Het is maandag en ik moet een beetje opschieten. Sarah die was vanochtend nogal een kleuterpuber die niet uit bed wilde komen. Dus dat was wel even een dingetje en dat heeft tijd gekost. Dus nu snel oorbellen in en de deur uit naar school. Echt zo stom. Ik ben de hele dag de deur uit geweest. En ik ben mijn camera gewoon vergeten vandaag. Dus dat is echt jammer. Dus ik ben al aan het koken ondertussen. Maar goed, ik ga gewoon proberen alsnog een leuke vlog ervan te maken. Maar ik had vanochtend gewoon haast en het wilde allemaal niet nadat ik had gevlogd. Dus ja, toen ben ik hem gewoon vergeten. En ik ben tussendoor echt 2 minuten thuis geweest. Ja, en dan heel snel. En toen ging het ook niet. En ik moest ook bij het theater ophalen, want die ging met school naar het theater. Dus dat schoot ook allemaal niet op. Ik ga koken nu en de keuken opruimen. Als ik het druk heb, laat ik altijd de keuken zoveel mogelijk liggen. Omdat ik dat meestal wel tijdens het koken kan doen. En dat vind ik dan best wel tijdbesparend. Dus dat wel lekkerder. Dus ik ga even de orde op zaken stellen hier. Net gegeten en nu even snel de slaapkamer stofzuigen. Want er is hier veel gezaagd. Wel alleen op de vloeren, maar... Ik slaap hier natuurlijk gewoon vanavond en echt, het ligt helemaal vol. De hele vloeren, zo stom. Voor mij is het echt nog heel erg daglicht. Kijk, zo, dit ligt helemaal vol zo. Dus ik moet even heel goed stofzuigen nu. Weer even een klaagmomentje. Ik zit de vlog van zaterdag te editen. En ik had echt zulke leuke beelden gefilmd. En nou heb ik gewoon dat... Eén bestand half beschadigd is en de eerste helft het wel doet. En 3 bestanden het gewoon niet doen. En ik heb geprobeerd te repareren en alles. Maar ze doen het gewoon niet wat ik ook doe. Dus echt, je gaat van het feest in 1 keer naar bed. En het hele stuk daartussen, dat is helemaal weg. En ik heb echt leuke dingen toegefilmd. En daar baal ik zo van. Want dan krijg ik weer een vlog van 5 minuten. Terwijl ik echt wel veel gefilmd had. Want het ene bestand, daar doet 2 minuten het niet van. En die andere bestanden waren ook best wel lang. Echt zo irritant, maar kijk, ik zal het laten zien. Kijk, dit zijn dan die bestanden. Die geven dus ook geen plaatje. En ik ze dan af wil spelen. Foutmelding. En ik krijg ze niet gerepareerd. Ik laat het eens zien, want het klinkt altijd als zo'n onzin dat ik zeg dat beelden niet goed zijn gegaan of zo. Maar ik hoef het ook niet te bewijzen of zo. Maar ja, toch, voor mezelf heb ik dan zoiets, dan heb je het toch gezien. En ik bouw je echt van, want het was... Het was denk ik wel echt een superleuke vlog dan geworden. Maar ja, het houdt op. Ik weet ook niet meer wat ik eraan kan doen. Dus ik ga deze gewoon aan elkaar zetten zo. En ja, dan maar een gat. Ik moet alleen nog even muziek eronder zetten en dan renderen. Ik dacht gisteren dat ik 2 vlogs moest, maar ik moest eigenlijk gisteren 3 vlogs. Dus ik doe er vandaag 2 en dan ben ik weer helemaal bij. En mijn broertje komt dadelijk het snijapparaat ophalen. Want die was hier net, maar die is vergeten. Die kwam voor iets anders. Dus dan ga ik even kijken of ik nog heel snel even een paar kleine fotootjes kan inplakken. En dan eventueel nog wat snijden. En dan leen ik hem daarna gewoon weer. Als het weer uitkomt. Nou, ik heb weer een stukje ingeplakt. Mijn album is echt bijna vol. Dus echt, ik ben al tot hier. En ik heb nog steeds echt zo'n pak foto's. Maar goed, dat is een zorg voor later. Ik ga nu die 2e vlog nog even editen, want ik wil zo gewoon lekker tijdens mijn bedje in. Nou, en als je gisteren gekeken hebt, kijk, hierdoor is mijn vlog dus zo raar, want die doen het dus ook allemaal niet. Dus we gaan van de bowlingbaan, lig ik in bed. En ik heb echt van alles gefilmd hier tussen. Maar hij doet het niet en ze repareren niet. Dus ik heb gewoon echt heel veel pech. Kijk, en dan wordt daardoor echt mega kort, want hij staat op 4 minuten 10 nu. Terwijl met dat erbij was hij echt dubbel zo lang. En waarom het is, ik heb geen idee. Die kaart is verder gewoon goed, die heb ik nagekeken. Ik heb geen idee. Ik ga hem renderen zoals die is. Want ik kan er niks aan veranderen.
En als je dus eergisteren of gisteren dacht waarom ze zo kort en raar waren, nou, dat weet je dus nu. Het is niet dat ik het niet vlog. Ik doe het wel, maar hij pakt het gewoon niet op de een of andere manier. En het zijn mp4-bestanden en ik krijg ze niet gerepareerd, want hij zegt dat ze verder gewoon goed zijn als ik ze naloop, maar hij doet het gewoon niet. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Dus ik ga lekker alles opruimen en lekker slapen. En hij stelt er lekker scherp voor, 's avonds echt drama af en toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Ik hoop dat de beelden van vandaag wel allemaal goed zijn. En ja, anders, ik heb het laten zien. Ik zou willen dat hij het heel erg goed doet, maar helaas. En anders morgen poging 2. En ik hoop je dan weer te zien. Doei doei.